Als u een herhaalrecept nodig heeft, is de normale gang van zaken dat u de huisarts belt. Die stuurt een recept door naar de apotheek. Of soms is het druk, vergeten ze dat en gebeurt dat niet. Maar dan gaat het naar de apotheek uiteindelijk. En de apotheek levert 1 à 2 dagen later uw medicijnen af. Dat is de normale gang van zaken. Maar wat wij doen in Apotheek Kijkhof is sinds 2015 al... We hebben dat omgedraaid. We hebben afspraken gemaakt met alle huisartsen. Dus onze patiënten die bestellen met onze app hun herhaalmedicatie bij ons. Op de achtergrond is dat allemaal geautomatiseerd trouwens. Wij vragen een recept aan bij de huisarts. Ondertussen bestellen wij de medicijnen. Het recept komt de volgende dag binnen. De medicijnen komen de volgende dag binnen. En wij leveren de volgende dag de bestelling af. Dus in de perceptie van de patiënt is het zo dat ze bestellen via de app en ze halen het de volgende dag op zonder tussenkomst van de huisarts. Maar op de achtergrond vragen wij dus wel recepten aan. Dat wordt allemaal voor u klaargemaakt, daar merkt u niks van. Dat is de service. Tot zover niks aan de hand. Maar een probleem ontstaat als wij dit al jaren doen, dat is nu al 7 jaar zo, dat mensen vergeten dat we een recept nodig hebben. Dus dan is een keer de huisarts op vakantie, is er een waarnemer of is het gewoon druk bij de huisarts. Bestel ze via de app. Nou, dat hele route wordt weer gevolgd, maar het recept is niet op tijd binnen. Komen ze de volgende dag om het af te halen zonder dat ze nog een bericht hebben gehad trouwens. Want als het klaar is, krijgen ze daar een bericht van. Ik was in de buurt, ik wou het afhalen. Jullie zijn altijd zo snel, hoe kan dat nou? En dan zeggen we... Ja, klopt, het is allemaal binnen, alleen we hebben nog geen akkoord van de dokter, dus we kunnen het niet afleveren. En dan krijgen we wel eens een opmerking van, heb ik een recept nodig dan? Ik haal het altijd op bij jullie zonder recept. En dat is een misvatting, want men vergeet over de jaren blijkbaar, daar komen we nu achter, dat er een recept nodig is voor elke aflevering. Wij doen dat voor onze patiënten, we hebben in deze regio, maar nu ook, omdat we aan het uitbreiden zijn, buiten de regio afspraken met huisartsen. Onze software is daarop aangepast. Dus het loopt gewoon allemaal heel soepel op de achtergrond, zodat u daar niks van merkt. Maar men denkt dus blijkbaar, als ze jaren op die manier bestellen, dat ze bestellen bij ons en dat wij zonder akkoord van de arts afleveren. Maar dat is dus niet zo. Elke keer als u bij ons bestelt, vragen wij een recept aan, die komt samen met uw medicijnen binnen en dan pas leveren wij af. Als er geen recept is, en dat merkt u dan ook als uw arts een keer op vakantie is of zo, of als ze druk hebben en dus het recept wat later komt, dan merkt u dat dan pas. Dan komt u erachter dat we inderdaad elke keer wachten op een recept. Dus ik wou dat gezegd hebben, omdat dus blijkbaar heel veel mensen vergeten dat er een recept nodig is bij elke aflevering. 99% van de tijd hebben mensen daar begrip voor. Als we dat zo uitleggen. Zo van, oh ja, dat was ik vergeten. Ik belde ook inderdaad vroeger altijd de arts op voor een herhaalrecept. En soms krijgen we daar wel eens een negatieve opmerking van, ja, wat is dat nou voor onzin? Wat nou recept? Ik gebruik het toch al jaren. We hebben dus altijd een recept nodig. En dat is de reden waarom we niet kunnen afleveren. Dat wou ik gezegd hebben. Dus ik hoop dat het een en ander duidelijk maakt over onze werkingsmechanismen op de achtergrond. Aan de voorgrond merkt u er niks van. Het is lekker makkelijk, lekker soepel. Tikken, bestellen, volgende dag afhalen. Maar als er soms een knik in de kabel zit, dan is het 9 van de 10 keer omdat het recept nog niet binnen is. Daarom is ons advies om altijd te wachten op het sms'je of een e-mail van ons dat de medicijnen klaar zijn. En dan weet u zeker dat u niet voor niks komt. 99% van de tijd gaat het goed, maar die ene keer wou ik met deze video ook die mensen geïnformeerd hebben. Dat was mijn boodschap van vandaag. Bedankt voor het kijken. Weer hebben jullie vragen, stel ze gerust. Ik zal ze beantwoorden. Tot de volgende keer.